is maat 38. Ze hebben uiteindelijk geen 36. Nina. Weer van strategie veranderd. En ik probeer Tony namelijk echt mee te laten denken. Omdat ik zo'n beetje al het hele interieur heb ingedeeld. Maar wat ik wil zeggen, dat ik dus echt even op mijn geld moet letten. Nou wijs, dit is echt... Och, hier baal ik echt van. Dit had ik niet verwacht. Ik denk dat het geen kerstboom wordt dit jaar. Echt niet normaal. Welkom bij weer een gloednieuwe vlog. Mocht je me nog niet kennen, ik vlog 3 keer per week over mijn leven in Spanje met mijn Spaanse vriend Antonio. Hola amor. Hola. En onze kat Lin. Laten we snel doorgaan met de vlog van vandaag. Oké, ik zit dus in de auto hier in Benalmádena. Mocht je de vlog van 2 dagen terug gemist hebben, die ging over het feit dat ik een bruidszaak zou ingaan om een paar jurken te passen voor een campagne die ik misschien zou mogen gaan doen. Nou, het hangt allemaal af van de maat. Niet omdat ze per se een bepaalde maat willen promoten. Maar het werkt altijd zo dat die PR agencies 1 bepaalde maat om te proberen opgestuurd krijgen. En dat is in dit geval maat 36. Dus die moet gewoon goed zitten. Nou, omdat ik niet in Nederland woon, zat er niks anders op dan hier een bruidszaak opzoeken die dezelfde merken verkoopt. Die hebben we gevonden en gisteren kon ik dus niet... Oeh, mijn camera glijdt naar beneden. Gisteren was hij gesloten, toen kon ik niet naar binnen. Maar als het goed is zijn ze vandaag open en kunnen we kijken of maat 36 me goed zit. Ik hoop het echt, want ik wil die campagne heel graag doen. Dus laten we snel naar binnen gaan en wens okay, succes. Oké, dit is maat 38. Ze hebben uiteindelijk geen 36, maar... Deze mevrouw vertelt me net dat 36 mij precies goed zou zitten. Ze heeft ook even in een maattabel gekeken. Comandarias que sería 36, más o menos. Dat zou dan zo... Dan zit hij aangesloten. Hij zit verder... De 38 zit zelfs al bij de borst goed. En ze vertelde me net dat ik ongeveer met mijn maten tussen de 36 en 38, een kleine 38 zit. Dus dat het waarschijnlijk wel goed moet komen met een 36. Zo, dat is fijn. We zijn even langs de Lidl gegaan en we hebben boodschappen voor de hele week gedaan. En ik heb iets gekocht waar ik al de hele week naar uitkeek. Ik heb natuurlijk nu 5 dagen lang echt super veel gegeten. Dus ik vind dat ik dit kaasbroodje, je ziet het niet vanuit hier, maar een kaasbroodje en een soepschimmel. Meer dan één. Zo, daar ben ik weer. Uiteindelijk dus goed gegaan. Ik had gebeld van tevoren en gevraagd of ze jurken in maat 36 hadden van dat merk. En toen werd er ja gezegd. Maar toen we daar eenmaal aankwamen bleek dat niet zo te zijn. Dan hadden ze alleen 38. Zoals jullie even snel al in de video die ik maakte hoorden. Was verder geen hele duidelijke video. Maar ik voelde me ook een beetje bezwaard. Want ja, het was al zo lief van die vrouw dat ze mij wilde helpen. Dus ik wilde er niet een heel vlogverhaal van maken. Anyway, jullie horen vanzelf van of het doorgaat. Inmiddels zijn we dus weer thuis. We hebben het boodschappen gedaan. Tony is aan het koken. Die gaat een of ander chorizo pasta recept maken. Ik zit echt super vol, want ik heb een kaasbroodje op en 2 kaasstengels. Maar dat even terzijde. Ondertussen heb ik hier een bedje voor mezelf gemaakt. En sorry voor de lelijke combi. We zijn nog steeds op zoek naar een mooi kleedje voor bij de woonkamer en kussens. En dan ga ik even een half uurtje liggen, want om 5 uur heb ik afgesproken met Nanda om een fotoshoot met haar te doen. Ik heb net bij de Kiko echt hele mooie producten gekocht. Dat laat ik jullie zo direct ook zien. En leek me wel leuk om daar een soort lookje van te maken. Dus... Tot zo. Dit is wat ik gekocht heb, guys. Oh, je zult je net zien, heb ik vette haast. Dus ik moet uiteindelijk nog opschieten ook. Ik hoop dat ik even snel een lookje kan maken. Een hele mooie eye palette voor de feestdagen. Een hele mooie blush. Donkere kleur is het. Een poedertje, die had ik nodig. En vervolgens deze. Hier ben ik heel erg blij mee. Dit is een primer. Tegelijkertijd ook een soort van crème. En hij dekt heel goed. Ik heb hem even in de winkel getest. Om dit onder mijn concealer te doen, zodat de rimpeltjes minder zichtbaar zijn. Deze prachtige lippenstift. Een nude, maar toch donkere kleur. En last but not least, voor de echte feestjes. Deze prachtige ultra metallic lipgloss. Hij is echt heel mooi, maar je moet hem opzien. Ik denk alleen dat ik nu voor deze ga, want het is nog dag zoals je ziet. En anders is het een beetje over de top. Oké, ik ga heel snel opschieten. En ik ga jullie in een timelapse meenemen. Thank you.
eerste look geworden. Oh, ik heb serieus in 20 minuten, 15 minuten mijn make-up moeten doen. Dus ik heb, ja, het is niet de mooiste make-up look, maar ik heb mijn best gedaan. Heel snel heb ik het geprobeerd te blenden, een soort smoky eye te maken. Maar ik was zo kort in tijd dat ik... ik vind dat het nog best mooi gelukt. Ik ben heel blauw met de blush. En dit is de lipkleur. Het is feestelijk, maar niet too much. Ik moet nog even mijn andere oorbel in. Oké, ik ga snel naar beneden en dan gaan we een fotoshoot houden. Hallo! Dat ziet er mooi uit. Ben je ready? Ja. Jij? Ik kreeg net een hoestaanval toen ik hier aankwam. Hey guys, het is inmiddels 10 uur. Ik heb om 10 uur afgesproken met de meiden om wat te gaan drinken. Dat betekent dus ook dat ik alweer lekker te laat ben. Het Spaanse ritme zit helemaal in me. Ik denk dat ik niet eruit ga, want als je kunt horen, het is nog steeds niet goed. Ik word er helemaal gek van. Maar goed, laten we gaan. Buenos dias. Buenos dias. ¿Qué tal has dormido? Muy bien. ¿Bien? Bueno, regular. Regularcillo, ¿no? ¿Por este? Toda la noche de fiesta que te pegaste después del gato. ¿Y yo? Si llegué a las 2:30. El gato sí ha dado un poquito por culo. El gato sí ha dado un poquito por culo. Kijk, hier zie je hoe Lin het aapje zijn achterhoofd heeft opengebeten. Maar het is nog steeds zijn favoriet. Hé? Is dat een sandwich? Con hummus. Hummus? Hummus. Van hummus? Mhm. Jamón york, queso y leche. Muchas gracias. Me he hecho dos tostis. ¿Tú sabes queso? Sí. Queso y el ese pechuga de pollo vegetariana. Amor, ¿qué vamos a hacer hoy? No lo sé. Comer, pasear. Podemos irnos a un sitio. Quizá podemos estar por la playa, pero no sé. ¡Lina! No, el mío no. Een hele goede morgen. Vandaag is zondag. Het is 12 uur. We zitten aan het ontbijt, zoals je ziet, ontbijtbrunch. En we gaan zo op stap. Ik heb weer niet goed geslapen. Echt, het is gewoon verschrikkelijk. Komt door die kleine. Komt door die kleine. Ik was gisteren aan een drankje doen met die meiden. En ik was 2 uur thuis. 2:30 lag ik in bed. Op zich is dat niet zo heel laat voor Spaanse begrippen. Ik heb bewust ervoor gekozen om niet mee uit te gaan. Omdat ik nog niet helemaal bezig ben. En toen werd ik wakker gemaakt door Lin een paar uur later. Dus ja, nou, het is geen ideale nachtrust. Maar het kan ermee door. Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan doen. Oké, ik zie er iets fatsoenlijker uit. Ik heb me opgemaakt. Uiteindelijk heb ik Tony over kunnen halen. Om naar de Leroy Merlin te gaan. En volgens mij vindt Tony dit echt verschrikkelijk. Want het is echt zo'n vrouwenactiviteit. Ik bedenk me ineens net dat ik mijn wenkbrauw nog moet doen. Maar ja, we gaan naar dit hele soort tuincentrum. En dan hoop ik wat leuke kerstitems te scoren. En zo niet, dan vind ik het alleen al leuk om daar gewoon doorheen te lopen. Dus ik neem jullie mee. En misschien dat we daarnaast nog even ergens wat gaan drinken of eten. Bij het strand. We zullen zien. Het is een domingo. Het is een zondag. Eerste keer dat ik mijn sjaal om heb. Hij zit net zo lekker als ik verwacht had. Ik ben excited. Voor één kleur gaan. Nu we de woonkamer ook een beetje veranderd hebben. Normaal doe ik altijd alle kleuren van de regenboog. Maar ik denk dat het wel leuk is om een beetje het te matchen met de tafel. Oké, we hebben een ander plan, een andere strategie. Ik denk dat we voor goud, white en gold gaan. Goud, white en gold. White en gold. Ik heb wat Pinterest foto's gezien en dat vind ik wel heel mooi. Ik denk dat we deze meenemen. Dan hebben we de basis al. Weer van strategie veranderd. En ik probeer Tony namelijk echt mee te laten denken. Omdat ik zo'n beetje al het hele interieur heb ingedeeld. En alles volgens mijn smaak is ingericht. En Tony vindt dus een
witte kerstboom heel mooi. Het liefst heeft hij ook echt witte kerstboom, maar ja, we hebben een donkergroene. Wat we nu gaan proberen te doen is zoveel mogelijk wit met gouden details, zoals dit. Ik ben benieuwd. Ik denk op zich dat het wel mooi kan staan. Hey guys, daar ben ik weer. We zijn eindelijk thuis. Het is inmiddels 7 uur. Ik denk dat we vanavond de kerstboom gewoon gaan opzetten met jullie. En zoals ik al uitlegde, Tony heeft de kleur gekozen. Het is de eerste keer voor mij dat we een kerstboom in één kleur gaan doen. Ik denk dat het wel leuk kan worden. En helemaal omdat we al best wel veel zwart hebben in onze woonkamer, denk ik dat wit niet eens zo heel gek zal gaan staan. Ik zal jullie even laten zien wat we geshopt hebben. Oké, dit is alles wat we hebben gekocht. Ik hoop dat het genoeg is. Ik vind het al zo lastig om het in te schatten. We hebben heel veel van deze standaard witte kerstballen met een goud detail. Want het idee wordt dat er wel iets van goud in terugkomt. Dus daarom hebben we deze gekocht. Voor de rest allemaal, ja, of een mix of wit en goud. Hier deze gouden sliert. Deze mooie, ja, ik ben echt heel blij mee. We hebben echt leuke dingen. Ik hoop dat het ook mooi staat. En ik heb deze gekocht, het zijn er 3. Voor op het raam. En we wilden eigenlijk ook nog zo'n mooi sliert aan lichtjes kopen voor hier. Hebben we uiteindelijk niet gedaan omdat we geen leuke konden vinden. Dus misschien dat ik dat nog via Amazon bestel. Maar even serieus, ik moet echt stoppen met geld uitgeven. Echt. Oh shit, Lynn heeft een mooie te pakken. Maar wat ik wil zeggen, dat ik dus echt even op mijn geld moet letten. Want ik ben zo aan het uitgeven. Oh, het is de tijd van jaren en dan moeten de cadeautjes nog gekocht worden. Echt. Houd niet op dit. Dit is echt, och, hier baal ik echt van. Dit had ik niet verwacht. Ik denk dat het geen kerstboom wordt dit jaar. Echt niet normaal. In het half uurtje dat ik hiermee bezig ben geweest, heeft Lynn al 5 keer geprobeerd de top te bereiken. Dus hij hing serieus tot op de helft van de kerstboom, waarna die keihard naar beneden viel. En de kerstboom is al 2 keer helemaal omgegooid door Lynn. Gewoon echt compleet boem. Ik heb nu de lichtjes erin zitten, maar hij heeft ook al aan de draad lopen kouwen van de gloednieuwe lichtjes. Dit wordt hem gewoon echt niet. Ik weet niet wat ik... Ik heb op het internet gekeken, maar mijn gevoel zegt dat hier niks aan te doen is. Dat die kat gewoon echt die hele boom gaat terroriseren. En dat hij of straks onder stroom staat omdat hij een kabel doorbijt. Of dat hij gewoon alles kapot gooit. Of dat we dagelijks of meerdere keren per dag alles weer opnieuw erin moeten hangen. Nou, daar zit ik niet op te wachten. Ik denk, ik ga hem nu maar gewoon weer... Ik ga hem uit elkaar halen. Ik kan gewoon niet... Ik heb straks afgesproken om wat te drinken met Tony en vriend en vriendin. En ik kan gewoon niet Lynn alleen laten met deze boom. Dit is echt een drama. Maar bij onze vorige kat hadden we dit helemaal niet. Ik weet niet wat ik hiermee aan moet. Ik heb Lynn nu opgesloten in de badkamer. Want het lukte me niet eens om die lichtjes eruit te halen met Lynn in de kamer. Oh. Wat een klap. Hebben we voor €60 ballen gekocht. Die moeten dan weer allemaal terug.